Ik weet het niet. Ik heb er gewoon totaal geen vertrouwen in. Jongens, wat is dit? Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2016. En vandaag gaan we rijden met deze ICMM. Ja, want volgens mij is het voorste gedeelte dicht. Dus laten wij gelijk beginnen om naar het perron te gaan. Knal eerst de ATB aan, richtingsschakelaar naar voren. Rem eraf. En dan gaan we maar beginnen. En het is vandaag op punten, dus alles wat wij doen is heel belangrijk en gaat voor de punten. Dus dan mogen we ook echt niet toeteren. Dus we gaan eens kijken hoe goed we het vandaag af kunnen brengen. We rijden vandaag naar Nijmegen. Ik zal zo meteen de koersborden, als wij de passagiers in instappen zijn, de koersborden even instellen. Even kijken. Zo. Ja. Een redelijke lange ICMM vandaag. Dat is wel al één ding dat mij opvalt. We hebben even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We hebben 2, 4, 6, 8 bakken. Dus dat is gewoon twee ICM's. Redelijk lang. En we gaan vandaag dus naar Nijmegen. En dus we gaan eerst even naar perron 14B. Om daar onze passagiers in en uit te laten stappen. Dat is misschien ook wel handig. Oh, ja, tuurlijk. Dus als je nu echt iets te snel gaat, dan gaan er gelijk punten vanaf. Als je linksonder al ziet. Dus dan gaan we moeten echt goed ons best doen vandaag. En ik had een tijdje geleden op Dimitri ook een video gemaakt. Had ik ook dingen gezien. Nou, je hebt het sneller onder de knie dan Victor. En ik denk, nou, dan moeten we toch eventjes vandaag laten zien dat we het nog goed kunnen, Train Simulator. Even kijken. Helaas mogen we echt wel op zo'n snelheid als dit er naartoe rijden. Oké. Zal ons volgende sein wel rood zijn, gok ik. Dat is echt lastig, want ik heb altijd echt, ik ben altijd iemand die veel te snel altijd gaat rijden, dus ja. Wat zou eigenlijk dit rondrijding zijn? Dat vraag ik me af. Oh, daar kan je niet mee. Oké. Nou, laten we kijken. Perron 14, dat lijkt me ergens helemaal rechts hier zo meteen. Volgens mij niet het meest rechtse perron, maar die linkse, zeg maar. Dus we gaan nu nog eentje. Inderdaad, en nu gaan we naar rechts, denk ik. Oh, nee, toch niet. Meer sporen dan ik dacht, joh, Utrecht Centraal. En we gaan vandaag naar Nijmegen. Daar is lang om gevraagd. En ik heb daar eigenlijk heel lang mee gewacht. Ten eerste, ik had er ook geen scenario voor. Maar ten tweede, de vorige keer toen ik naar Nijmegen ging met de SLT. Ach, de meesten die weten het wel. Zo'n 2000 mensen die hebben het al gezien. Toen is het gigantisch misgegaan. En stond er opeens een goederentrein op mijn spoor. Zonder dat mijn ATB het wist. Dus ik heb Nijmegen hier in Train Simulator ook nog nooit eerder gezien. Dus hopelijk kunnen we vandaag alles zien. Zo. Heel voorzichtig remmen. Voordat we wielslip krijgen. Oké. Wat we dus al hadden. Hoppakee. Oké, dan gaan we eventjes onze koersborden instellen. Die zetten wij natuurlijk op Nijmegen. Ook even zoeken waar ze staan hoor, de koersborden. Oh, hier. Oké. Die zitten, dacht ik, hier ook altijd bij de Thalys. En dat vind ik echt jammer dat die nog niet een Train Simulator is. Nijmegen. Zo. Dit lijkt me nog niet voor ons. Wij moeten nog wel heel even wachten hier. Het is ook tevens tijdsgebonden. Tijdsgebonden met punten. Dus we mogen het echt niet verprutsen vandaag. Oké. En deze natuurlijk. Niet te vergeten aanzetten. En zo. Ik vind dit wel iets hebben, zo moet ik zeggen. Maar je weet het niet. Kunnen we het altijd nog anders doen. Oké, ik heb vandaag natuurlijk ook weer comments meegenomen. En ik heb de comments meegenomen van aflevering 63.
waar wij met de SLT van naar Tiel gingen rijden, zeg maar. Van Utrecht naar Tiel, dacht ik even uit mijn hoofd. En er waren natuurlijk weer leuke reacties op. Dus ik zou zeggen, laten we gelijk beginnen met de eerste reactie. En die is van Maarten Boot. Het leek wel of je op die kont wilde inzoomen aan het begin. Ik heb het aan het begin nog even teruggekeken. En ik had er eigenlijk helemaal geen erg in, maar inderdaad, het lijkt wel zo. Ja, Maarten, dat geef ik je geen ongelijk, maar natuurlijk, dat doen wij niet. Wij zijn brave jongens van Game Channel. Ik moet zeggen, ik vind het wachten hier wel onwijs lang duren. En kijken wat hebben we hierna. Ja, weet je wat we gaan doen? Ik knip even met mijn vingers. En als dan ik met mijn vingers geknipt heb, dan gaan wij... Dan zijn onze deuren dicht en dan kunnen wij beginnen. Ik zeg 3, 2, 1. Oké, en wij hebben een timeless bonus. De passagiers zijn ingestapt, dus wij kunnen gaan vertrekken. We moeten echt netjes gaan rijden vandaag. Anders, oh, zie je, ik ga nu alweer fout met de wheelslip. En ik ga er binnenkort ook nog eens een keer eentje met Dutch Camel Gamers doen. Dus dan moet ik sowieso Dutch Camel Gamers nog een keertje inhalen. Ja, dat moeten we natuurlijk even laten zien dat we even een game channel zijn. En dan krijgen we veel te snel. Zo. Ik hoop dat wij, als wij in Nijmegen zijn, dat we gewoon minimaal ergens in de plus staan. Want we staan, oh ja, we staan nu nog in de plus, 115. Dus dat is niet verkeerd. Maar ik hou altijd wel van een beetje door te rijden, anders, ja, ik weet niet. Maar helaas, het mag niet vandaag, dus vergeef het me. Laten we doorgaan met de reacties. Ik heb er hier een van Bert van Münster. Gaaf die omroepscenario, Victor. Wel erg jammer dat je... in Geldermalsen nog eens kon inrijden. Ga weer eens een keer met een Jetrain scenario doen. Route mag je zelf uitzoeken. Toppie! Ja, Bert van Münster, wil ik binnenkort wel een keertje voor je doen. Alleen dan wil ik ook met de Jetrain wil ik iets achterkoppelen. Dus wat zou je heel graag erachter zien? Dan kan je dat even laten weten. Dus vorige keer ging ik met van deze IC-bak eigenlijk... ja, ging ik dat eigenlijk doen. Dus laat maar even weten wat je ervan vindt. Volgende reactie dan, en die is van Kian Smit. Ik ga naar het Spoorwegmuseum vrijdag. Yes, met de Verum, daarna de SGM. Ja, Kian, ik had er een foto van gezien op Skype, dacht ik. Dat je met een 1100 lok stond, als ik het goed heb. En volgens mij was het zo te zien hoe je erbij stond, was het aardig leuk. Alleen, je zei ook ergens, dacht ik, dat je met de SGM... Oh, ja. Daarna naar de SGM. Ja, dat is natuurlijk weer wat minder, Kian. SGM. Wij zijn meer van de... Jij sowieso van de Verum. En doe mij maar... ja, ik weet niet. Ik vind de koploop... Ik vind alles wel leuk. Maar de G2 is nog echt mijn lievelingstrein. En ik ben trouwens... een aantal weken geleden had ik vakantie. En toen ben ik... toen kwam ik trouwens voor het eerst in mijn leven... de G2 echt tegen... En dat was wel mooi, want die trein is echt... Toen zag ik hem zo een keer op de snelweg. Toen dacht ik van, hé, ja, dat heeft wel wat, die GTW, moet ik zeggen. En zodoende... ja, het was gewoon zo'n rode GTW. Op diesel wel, volgens mij. Ja, dat komt, want ik heb gekeken, dan hing ik een bovenleiding. Dus dat is dan automatisch diesel natuurlijk. Maar, nee, mooie trein al, zeg ik het zelf. Maar ik ga er binnenkort wel ook nog een keertje meegaan. Dan kan ik het pas echt ervaren natuurlijk. Oké, en een volgende reactie dan. Die is van Sander van Duin. Hey Victor, hoe stel jij de koersborden in? Het was weer een super aflevering. En hebben jullie alle soorten crash trains? Het lijkt me misschien wel leuk als Dimi crasht op zijn eerste route. Nou, dat is zoals je gezien hebt echt niet gebeurd. Ik moet zeggen, ik vind dat Dimi het niet slecht gedaan heeft voor de eerste keer. Ik geef op alle vragen van je antwoord geven natuurlijk. Hoe stel je de koersborden in? Nou, dan ga je naar buiten en dan heb je control. En dan doe je F10 of F11, dacht ik even uit mijn hoofd. Ik ga dat altijd zo uit je hoofd. Ik ga even voor je kijken. Bij control F10. Ja, control F10 en control F9. F10 ga je vooruit, F9 ga je achteruit. Dus nou, dan weet je dat ook weer. Dus de control toets en dan kan je dat gewoon bedienen. Ik hoop dat ik je bij je heb gehouden. Hebben jullie alle soorten crash trains? Ik sowieso wel. Op eentje na. En dat is die trein die in Nederland eigenlijk niet... Ik weet niet precies hoe die heet. Maar dat vind ik niet de moeite waard om die te kopen. En natuurlijk als er een nieuwe trein van crash trains komt. De watlopen waar hij heel druk mee bezig is. Dan
Ja, dan zijn wij natuurlijk ook weer een van de eerste die ermee rijden. Dan heb ik hier ook nog een reactie van Kian Smit. Nog een. Haha, Victor, de Kianlijn Noordwest-Nederland. Ja. Ja, het is wel zo een beetje natuurlijk. Dan heb ik hier nog eentje van Gerben Hilbrink. Ik hoorde het, Victor, maar leuke video hoor. Nou, ik weet niet wat je hoorde. Maar, of ik ben het weer vergeten voor de verandering. Maar, ja, ik kan natuurlijk niet alles onthouden. Even kijken. Erik Kieskou, die zegt, leuke video. Wees naar Utrecht Centraal met de DDR 1800. Zouden we wel eens kunnen doen, ja? Dan heb ik er hier nog eentje van BDB Gaming. Gas op die lolly! Ja. Oh, dat zullen we inderdaad eens een beetje doen. Goed dat je het zegt, BDB, want we gaan een beetje kakken een beetje in op deze trage tempo. Dan heb ik hier nog een reactie van Minecraft HD, die zegt 50ste. En dat was niet de 50ste reactie, maar ik denk dat hij de 50ste kijker was. Ah, ik vind dat wel leuk. Maar ik vind altijd het leukste, degene die als eerste is. En vaak is het altijd een soort battle tussen Erik Kiesau, Kian Smit en Max Jolo. Want dat zijn altijd wel een de eerste die de video's bekijken, volgens mij. En dat vind ik wel leuk om te zien, eigenlijk. En ik heb trouwens, zoals je de laatste weken misschien al aan me merkt, ik heb heel erg veel last van mijn keel. Maar ik ben daarop voorbereid, want ik heb een flesje water van de keer meegenomen. Dus excuseer mij alvast als je mij af en toe eens een slokje ziet nemen. Want sorry, maar... Anders hoor je de hele tijd een schorre stem, zeg maar. En dan wordt mijn stem natuurlijk ook niet beter op. Nou, we zijn bijna op station Driebergen-Zeist. Ik hoop dat onze trein daar oppast. En ik ga alvast een klein beetje remmen, want ik wil echt geen punten verliezen. Ik zet hem mooi op 115. En... Nee, ik wil echt geen wielslip eigenlijk. Dus laten we dan gaan proberen om dat ook niet te halen. Normaal ben ik altijd iemand die gaat op het laatste moment remmen, maar nu kan ik dat echt niet maken. Dus het gaat lekker zo, denk ik. En ik hoop dan dat we onze ICM met 8 bakken op Driebergen-Zeist kan staan. Want daar heb ik zo mijn twijfels eigenlijk over. Zo. Even kijken, hier 2 bakken. Nou, ik denk dat het wel gaat lukken. Meestal als je er een scenario op maakt natuurlijk, dan test je dat al even uit of al die bakken erop kunnen. Al doet niet iedereen dat volgens mij. Zo. Oké. En even kijken. Dat gaat leuks hier hebben. Ah, mooi. Oké. En ik ben echt benieuwd hoeveel punten er maximaal te behalen zijn. Maar haal de punten die we in het begin hebben af. En we hadden plus 250 bonus. Ik ben er redelijk wat kwijt. Maar dat gaat snel. Ze gaan sneller af dan het erbij is. Dat is helaas ook altijd zo met geld. Ik heb hier nog een leuke reactie van Rowan Brakenhof. Hij zegt namelijk, hey Game Channel, ga een keer met, van Vlaringen West met Train Simulator 2016 en begin dan bij Rotterdam Centraal. Dan moet ik je helaas teleurstellen, Rowan. Want allebei zijn ze er helaas... Oh, 200 time bonus. Want allebei zijn ze er helaas nog niet. Dus ik moet je helaas teleurstellen, Rotterdam is er nog niet... En Vlaardingen helemaal niet. En Rotterdam, daar zijn ze al een hele tijd mee bezig om dat te maken. Maar het is er nog niet. Dus helaas gaat dat nog niet lukken. Maar mocht dat eruit komen, dan heb je zeker de kans dat het heel snel op Game Channel komt. Want ik vind het zelf ook leuk. Lijkt me ook wel eens leuk om...
om Rotterdam Centraal, zoals ze dat eventjes zeggen, om dat in de dingen te hebben. En even kijken waar wij nu zitten. We gaan nu naar Ede-Wageningen, dat is een aardig eindje. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Maar het lijkt mij, hoe we nu rijden, dat we ook nog ergens een keer bij Arnhem... volgens mij moeten we bij Arnhem... moeten wij keren, heb ik het idee. Maar dat weet ik dus niet zeker of dat zo is. Ik ben niet zo heel goed in topografie. Of topografie. Ja, topografie was dat, ja. Maar volgens mij moeten wij straks een keer ergens omkeren. Dus, nou ja, we gaan het zien in ieder geval. Ik heb hier nog een reactie van IVS-kanaal. Hey Victor, ga ook een keer met de ICE3. Nou ja, wie weet dat we dat binnenkort gaan doen. Dat, nou ja, als er een vraag voor is, dan kunnen we dat natuurlijk doen. Zeker een mooie trein, dus zeker de moeite om dat een keertje te doen. Minecraft HD, die zegt 6 minuten 36. Haha, ik woon in de Lunetten. Oké. En hij zegt, het station lijkt voor een meter. Oké, nou, superleuk. Minecraft HD, weer voor je leuke reactie. Even kijken. Dan heb ik hier de laatste reactie, die is van Mark de Boer. Je had niet bij je eerste station moeten stoppen, had ik gezien. Daar ging je de fout al in. Maar verder een leuke video. Nou, Mark de Boer, dank je wel. En ik ga erop letten natuurlijk. Want ik wil natuurlijk gewoon weer eens een keertje heel uit aankomen in Nijmegen. Want ik moet dat gewoon nog een keertje zien. Ik heb nog nooit station Nijmegen in Train Simulator gezien. Echt nog nooit. Terwijl de update eigenlijk al ruim een half jaar uit is, ja. Dus ik wil zeker nog een keertje Nijmegen zien. En dan ga ik ook echt mijn best voor doen om dat vandaag voor elkaar te krijgen. Nou, hiernaast zijn ze nog druk aan de weg bezig. En lijkt mij eigenlijk... ik vraag me af wat voor treinen hier rechts altijd zullen staan. Want nu staat er niks. En het lijkt mij dat het een prima plek is om te rangeren. Voor, ik weet niet. En dan heb je hier nog een stuk spoor. Volgens mij is dit wel gewoon ideaal om gewoon te rangeren voor een goederentrein. Dan heb je het rechtse spoortje hiernaast. Dan zou je dan bijvoorbeeld een goederentrein klaar kunnen zetten. En dan hiernaast zou je nog wat kunnen rangeren of zo. Dus, maar ja, het zal vast een reden hebben waarom het er ligt. Mocht je het weten, zet dan even in de reactie dat spoortje aan de zijkant. Dan weet ik het weer en dan eventjes je antwoord erbij. Want we lopen altijd een beetje achter met de reacties, zeg maar. En dat is dat ik een beetje, ook een klein beetje kan voorlopen. Maar mocht er eens een keertje iets zijn dat er gewoon een video is. En ik wil binnenkort eigenlijk mijn computer opsturen. En dan is die waarschijnlijk ja, wel een tijdje weg. Maar dan wil ik wel gewoon dat de Train Simulator afleveringen zijn. Want ik wil eigenlijk een net iets betere videokaart erin hebben. Ik heb al een goede. En zoals je ziet, kijk, Train Simulator pakt die allemaal. Of een SSD waar mijn Train Simulator bestanden op staan. Maar dat vind ik een hele... best wel een gevaarlijk iets om al die bestanden goed over te zetten. En dan nog maar hopen dat het goed is. Dus ik wil hem zo eigenlijk gewoon nog een tandje sneller hebben. Om gewoon natuurlijk de kwaliteit altijd te waarborgen. En dat die assets gewoon heel snel laden. En vooral bij Utrecht Centraal en zo is dat... en naar Arnhem dacht ik ook wel. Dan is dat soms nog wel eens een probleem. Nou, 20 kilometer. We kunnen een lekker stukje doorrijden. Dus ik ga eens even kijken wat we vanaf de buitenkant kunnen zien. Dit is toch mooi als je dat zo ziet. Oké, we gaan even kijken of we nog wat beter erbij kunnen komen. En ik hoop dat staat later trouwens een beetje op YouTube naar filmpjes te kijken van treinen. En toen kwam ik een video tegen dat er een keer een ICMM in is ontspoord. Maar dat heb ik volgens mij al eens een keertje verteld. Dat zag er best heftig uit. Top. Nou. 17 kilometer en dan zijn we op Ede-Wageningen. Maar volgens mij moeten we echt ergens zo meteen gaan draaien hoor. Dat kan niet anders. We hebben een beetje gas bij. We kakken weer een beetje in.
En trouwens, ik had het er nog over met mijn vader. Die flesjes water, hè, ik dacht dat ze daar belasting of zo op wouden doen, wat nu niet het geval is. Maar dat vind ik eigenlijk, daar ben ik eigenlijk echt fel op tegen, want ik drink altijd zelf heel veel water. En ik vind eigenlijk dat meer mensen dat moeten doen, want water is gewoon zo gezond als je dat drinkt. Dat is beter dan die cola en sinaas en alles. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel, ik vind het wel lekker altijd water. Dus nou ja, hè. Ik zou zeggen, een aanradertje. En het kost nu nog niks. Maar ja, als er straks een belasting op komt. Dus plus water is... En dat is hetzelfde eigenlijk als met groenten en fruit. Of groenten, sorry, dat valt wel mee op zich. Maar als je iets gezonds, echt gezond wil eten. Een avocado bijvoorbeeld. Nou, daar kan je nog niks mee. Maar dat kost een euro ongeveer, een avocado. Nou, daar wil je er nog wat bij hebben. Maar dan ben je eigenlijk... Als je echt gewoon goed en gezond wil eten, dan ben je meer kwijt dan dat je zo'n zoutige maaltijd koopt in de supermarkt. En die zijn ook heel duur. En daar vind ik het niet helemaal in kloppen eigenlijk. Dus ik zou zeggen, ja, snoep bijvoorbeeld, zet daar een belasting op en zet op de gezonde tussendoortjes. Compenseer dan met iets of zoiets. Dat zou wel iets moois zijn op zich. Oh, we gaan alweer veel te snel. En eventjes kijken of we nog een mooi shot kunnen maken vanaf de afstand, vanaf een treinwegovergang. Want dat was de vorige aflevering, scoorde dat ook wel goed op zich. Even kijken. We gaan even een trein of een spoorwegovergang opzoeken. Nou, dat... is een aardig lang stuk vandaag. Volgens mij moet er hier wel ergens eentje zijn, zo. Nou, dat lijkt mij in ieder geval wel, toch? Er moet er hier wel ergens een spoorwegovergang. Oh, hier. Ja. Top. Ja, we zitten zo ver dat we niet verder kunnen met onze freecam. Dus alle tijd om nog even mooi iets neer te zetten. Nou, welkom bij spoorwegovergangen. Ede-Wageningen, denk ik. En ik wil eigenlijk vanaf hier zo. Zo, dit lijkt me wel een mooi shot zo. En ik zie dat het snelheid er echt uitkomt. Dus we gaan een beetje gas bijgeven, wat we gelukkig zo kunnen doen. Nou, maar nu is het nog wachten op onze trein natuurlijk. Kijk, daar komt hij. Nou, voor alle spoorwegovergangen liefhebbers. Eventjes een mooi shot. Altijd leuk dit. Nou, ik zeg... dat was weer een succes. Top. Nou, we zitten op 287 punten. En ik weet niet of het haalbaar is. Maar ik wil toch echt wel minimaal... Minimaal wil ik toch nog wel... Kijk hoor. 200 hier, 200 daar. Ah, ik wil minimaal nog wel 600 over hebben hoor. Want anders doe ik het heel slecht. En liefst 700, minimaal. Het zou natuurlijk mooi zijn als ze 1000 gaan halen. Maar dat moet natuurlijk niet meer lukken, denk ik. Dus we gaan minimaal voor... Nou, zullen we gewoon het beetje hoger leggen de lat? We gaan voor de 700. Ik vind dat wel... zou dat wel knap vinden als we dat gaan halen. De 700 punten. We zitten nu dus op linksonder te zien... Oh, nee. 279. Niet te snel. En ik heb toch eventjes te twijfelen. Maar we moeten toch ergens keren, lijkt het wel. Driebergen-Zeist. En dan heb je Ede-Wageningen. En dan heb je hier Arnhem. En dan heb je hier... Nijmegen, zie je wel. Want bij Arnhem moeten we keren naar... Van Arnhem moeten we terug zo naar Nijmegen.
Dus ja, inderdaad, ik heb gelijk. Laten we hopen dat we vandaag heel hard aankomen. Dan zou ik in ieder geval wel leuk en op prijs stellen. Nou, we zijn... even kijken hoor. Ik rij alweer te snel. En hierboven vliegt een helikopter. Ook wel eens leuk. Ik heb een heli. Helikopter. Hallo. Op zich is die wel realistisch, die helikopter. Maar je moet er niet... ik ben benieuwd waar die eigenlijk naartoe gaat. Hij vliegt altijd wel leuk, maar... Volgens mij vliegt hij dat ding gewoon even naar voren naar achter of zo. Of dat hij zo de route uitvliegt en dat daar de andere al wel aankomt. Dat zie ik ook nog wel voor me. Oké, duidelijk. En er komt hier een Veerum langs. Groene Veerum om precies te zijn. Nou, Kian Smit ook weer blij natuurlijk. Met de Veerum. Nou, we zijn bijna bij station Ede-Wageningen. Dus ik ga alvast een klein beetje remmen. Klein beetje. Om, ik wil 100. Als ik een kilometer heb, dan wil ik nog 100 rijden. Dus, daar gaan we dan. Om echt niet die wielslip te halen. Want we gaan natuurlijk voor de 700 punten. Dat moet nog wel te behalen zijn, lijkt me. Zo. Nou. En wat zei ik? Een kilometer en we rijden 100. Klein beetje bijremmen. Maar Ede-Wageningen, dat is niet zo'n heel groot station, kan ik me nog iets van herinneren. Dus ik hoop echt dat we overal onze trein op kan, anders hebben we toch een flink probleem. Dan hebben de achterste mensen gewoon pech vandaag. Oh, ik weet het alweer. Ede-Wageningen. Die heeft een redelijke station. En als je dan hier naartoe gaat, dan ga je naar de Vechtalijnen, dacht ik. Oké. Nou, dat moet wel lukken. Dat heb ik wel gezien. Vier bakken. Zes bakken. En dan gaan we natuurlijk bij het bordje 8 stoppen. Oké. En hebben wij gelijk? Wij hebben gelijk. Maar natuurlijk hebben wij gelijk. Nee, maar volgens mij als je hier naartoe gaat. Hier naartoe, dan ga je de Vechtalijn kant op, zeg maar. Met de GTW. Maar daar gaan we natuurlijk vandaag niet naartoe. Oh ja, kijk, zie je wel. En hier heb je dat station met al die palen. Dat was deze niet. Maar er was hier ergens een station die had allemaal van die palen. Dat is echt heel apart. Oh, verder kan ik niet. Maar moet je maar even kijken in een aflevering. En dan gaat dat helemaal goed komen, al denk ik zelf. Nou, ik moet zeggen, ik vind de wachttijden hier weer enorm lang. Dus laten we eventjes het mooi maken met een leuk wachtmuziekje. We'll be right back.
andere passagiers zijn ingestapt. Dat mocht heel even duren. En wij kunnen onze rit dan ook voortzetten. Ik heb niet niks gedaan tijdens het leuke wachtmuziekje. Maar ik heb het namelijk iets leuks opgezocht. En dat zijn de 10 grootste stations van Nederland. Ik denk dat is misschien ook wel eens leuk, omdat dat is wel toepasselijk. Wacht op een station, maar staat hij in de top 10 van grootste stations van Nederland? Nou, op nummer 10 staat station Tilburg. Want daar rijden per dag ruim 33.000 bezoekers via dat station. En op dit moment wordt station Tilburg ook nog verbouwd. Dus nou ja, heel leuk. Dan op nummer 9, station Amersfoort. En het station in Amersfoort heeft dagelijks bijna 40.000 reizigers te verwerken. Dat is best veel. Dan op nummer 8 staat station ...'s-Hertogenbosch. Ooit had 's-Hertogenbosch een van de mooiste en grootste station. Zo. Oh, hier gaan we echt de mist mee in. Hier gaan we echt de mist mee. Jongens, hier verliezen we punten mee. Met die lijstjes. Bedankt ATB dat je me toch nog een beetje geholpen hebt. Even kijken. Nou, in ieder geval 41.000 mensen. Dan op nummer 7. Dat is het station waar wij nu naartoe gaan. Station Arnhem. Het station van Arnhem heeft dagelijks ongeveer 53.000 bezoekers. Van 1997 tot 2015 is het gehele stationsgebied op de schop gegaan. En er zijn meer perrons bijgekomen. En ook de doorstroom van de trein van de reizigers is verbeterd. Dus een goede investering. als je het zo bekijkt. Dan station Eindhoven op nummer 6. Dagelijks reizen er ongeveer 59.000 mensen via station Eindhoven. En Eindhoven is vooral een belangrijk station vanwege de verbindingen naar Limburg, Den Bosch, Tilburg en Breda. Nou, nummer 5 dan. Station Leiden is dat. Het centraal station van Leiden heeft dagelijks meer dan 71.000 bezoekers. Het station heeft vooral veel reizigers die overstappen op Leiden Centraal vanwege de verbinding naar Schiphol. Oh ja, dat ligt er natuurlijk ook weer dichtbij. Den Haag Centraal dan op nummer 4. Het is heel moeilijk om goed te rijden en iets voor te lezen aan je. Dus... Den Haag Centraal is het grootste kopstation van Nederland. Per dag heeft dit station ongeveer 74.000 reizigers te verwerken. Momenteel ondergaat Den Haag Centraal een grote verbouwing om in de toekomst meer treinen en bezoekers aan te kunnen. Dat is een goede investering. Dan op nummer 3, dat is Rotterdam Centraal. Het nieuwe station van Rotterdam is zeer recent geopend. Per dag reizen er ongeveer 110.000 mensen via Rotterdam Centraal. Dat is best veel. En dan op nummer 2, Amsterdam Centraal. Per dag heeft het station in Amsterdam Centraal maar liefst 162.000 reizigers te verwerken. En net zoals andere stations wordt Amsterdam Centraal al geruime tijd verbouwd om dit aantal te kunnen... Dus de mensen aan te kunnen die komen. Want nou ja, daar willen ze in blijven verbeteren. En nou ja, Amsterdam Centraal staat er natuurlijk ook om bekend om grote internationale treinen zoals de Thalys. Die vertrekt er natuurlijk ook. En nou, daarom is het natuurlijk een populaire... populair. Nou, dan op nummer 1. Ja, je had hem waarschijnlijk al verwacht. Utrecht Centraal. Utrecht Centraal is het grootste en meest drugs bezochte station van Nederland. En meer dan 285.000 reizigers komen op Utrecht Centraal per dag. Dat is echt veel, jongens. Dat is echt veel. En op dit moment ondergaat Utrecht Centraal een grote verbouwing. Deze grote verbouwing is nodig om in de toekomst meer treinen en reizigers aan te kunnen. Nog meer. Dus dat betekent dat die Train Simulator waarschijnlijk ook groter gaat worden. Maar ja, ik geloof dat Utrecht Centraal... Net hadden we verlaat op 14... Ik geloof dat Utrecht Centraal al iets van 16 of 17 sporen heeft ofzo, dus... Dat is echt bizar. En blijkbaar zou het nodig zijn, lijkt mij, maar... Ik vind het wel heel veel hoor, moet ik zeggen. Maar misschien is dat natuurlijk voor... als er verschillende punten en alles komt daar bij elkaar. Ja, ergens snap ik het ook wel. Maar... Ik dacht dat eind dit jaar de matjes er ook uit gingen. De matjes 64. En dan kwam de NS tijdelijk met een materieel tekort. Het ging om zo'n 5000 zitplekken, dacht ik. Maar ja, het lijkt mij dat de matjes toch nog wel eventjes door kunnen gaan totdat die nieuwe treinen komen.
En ik ben erg benieuwd hoe dan de volgorde is. De matjes die gaan er zeg maar nu uit. Dus dan heb je al minder treinen. Maar dat betekent dat, dat er even wat minder treinen zeg maar zijn. Maar als dat aantal weer opgevuld is, dan gaan er lijkt mij andere treinen uit. Ik denk dan dat het de SGM wordt. En later de DDAR. Maar ik denk dat, dat deze trein waar wij nu in rijden, de ICMM, die dacht ik ook al uit 1970. Dus ik denk dat NS binnenkort dus moet gaan kijken voor een nieuwe opvolger van de ICMM. Want dat gaat ook niet gek lang meer duren. Ja, misschien nog een jaar of 10. Meestal gaan ze 50 jaar mee. Hij heeft nog wel even. Maar dat is wel de eerste trein die eruit moet gaan. En ja, ik denk dat dat niet zo'n heel groot probleem is. ICMM. Maar ja, ik weet niet op wat die gaat lijken. Ik denk dat het wel weer gewoon, ik weet het niet. Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nou, de Verum die komt uit 94, dus die gaat nog wel even voorlopig wel even mee. Nou, we zijn bijna op station Arnhem. Waar wij eventjes moeten keren om dan naar Nijmegen te gaan. En daar gaan de kriebels al bij mij in mijn nek staan, want de vorige keer ging dat echt, liep dat helemaal verkeerd. Nou, en zoals je nu ziet bij mij, ik weet niet of je het ook goed in de opname ziet, maar gaat hij bij mij een beetje haperen. En dat komt omdat hij al die assets moet laden. En daarom wil ik dus heel graag binnenkort nu ietsjes vooruit lopen om te kunnen investeren in een SSD, denk ik. Oh, ik moet echt heel snel remmen, zie ik. Oh, jongens, mijn punten! Nee! Ah, dit is echt jammer, jongens. Hou je mond met die pleurisbel. Ja, jongens, ik wou 700 punten halen, maar hoe in godsnaam? Oh, ik voel me zo. Hou je mond met die pleurisbel. Oh, ik kan hier zo pissig van worden. Dat gewoon in een paar klappen gewoon alle punten weg zijn. Omdat je gewoon even iets te snel rijdt. Ja, dat is wel het nadeel natuurlijk hiervan, maar ik ga maar snel een beetje bij afremmen voordat ik hier zo meteen ook weer de fout mee inga. Zo. Ja, zie je wel. Nou, laten wij kijken of we het nog op 0 kunnen maken. Want nu min 439 is wel heel veel. Al zeg ik het zelf. Maar het lijkt me dat we zo meteen een rood sein hebben. Oh nee, we moeten wel eens 40. Dus we gaan naar perron 8 toe. En waren ze nou dit station ook aan het verbouwen? Want daar heb ik niet helemaal op gelet. Maar volgens mij valt er weinig hier aan te verbouwen tot nu toe. Nou. Zie je wel, wij hebben hier een eindpunt. En dan moeten wij waarschijnlijk even van cabine wisselen. Ik ga hem ook niet helemaal naar het eind rijden, want des te meer moeten we terugrijden. Dat vind ik altijd een heel erg veel voorkomende fout. Dus wij zetten hem gewoon bij het bordje 8 neer. Zo. Ja, dat was nog bijna tot het eind. Oké, top. Nou, ik hoop echt dat we nog bij het dingen komen. Bij het goede punt. Even kijken, we gaan die zetten zo. En dan die zo. En dan wisselen we even van cabine. Oké. En die doen we aan. En die ook. Zo. En dan denk ik dat dat wij weer een hele tijd moeten wachten hier. Ik vind het echt heel erg bizar, want ja, het zal wel komen dat het een intercity is, maar geef toe, we moeten echt heel lang hier wachten. Jongens, ik weet het weer goed gemaakt. Als ik met mijn vingers knip, dan zijn de passagiertjes ingestapt. Oké, en onze passagiers zijn ingestapt. Maar wij zitten hier nog heel even voor een rood sein te wachten. En
Het lijkt al even of alles helemaal vastloopt, aangezien er hier een firm stilstaat. En die blokkeert de boel hier, als het ware. Dat vind ik heel raar. Gelukkig blijft nu wel het sein op rood staan. Maar waarom in godsnaam blokkeert die firm het hier? Oh. Gaat die rijden? Ik vind dit heel raar. Waarom rijdt die firm zo traag? Het is wel een extra trein, maar... Hij rijdt wel echt... Heel traag, moet ik zeggen. En die blokkeert dus ons systeem. Het lijkt wel... Of als ik naar Nijmegen wil, dat er altijd een trein het zootje blokkeert. Vorige keer die goederentrein en nu die veren. Maar en nu trap ik er niet in en de ATB ook niet. Dus ik vind het heel erg apart eigenlijk dat die trein zo traag rijdt. Maar van mij mag hij er in principe wel een tempootje op gooien. Nou, ik denk dat wij het beste hier even kunnen wachten. Totdat ons ATB-systeem zegt dat wij goed zitten. Maar dat is zo nog niet het geval, denk ik. Want op dit tempootje gaan wij het niet halen. Nou, weet je wat we gewoon doen? We waren toch zo lekker bezig om vandaag in die aflevering te knippen. Laten wij gewoon even in onze vingers knippen. En dan is opeens die veren weg en dan kunnen wij beginnen. Ik zeg 3, 2, 1. Oké, ons sein is groen. Alleen ik heb er nog niet heel veel vertrouwen in. Maar bij deze, we willen nu naar Nijmegen. Het sein is groen. Maar voor wat ik nu zie, als wij naar Nijmegen moeten, moeten wij over dit spoor. En dan moeten wij hierover. Maar daar staat nog een trein. En... Oh wacht, die is er officieel nu overheen. Dus nou, we gaan het proberen. Maar jongens... Het sein is groen, bij deze zien jullie het. Dus als het misgaat, dan is het de schuld van de ATB. Nou, we gaan het nog eens proberen. En als het misgaat, beloof me alsjeblieft één lieve kijker die een scenario kan maken. Maak alsjeblieft, alsjeblieft een werkend scenario voor me. Want ik vind dit echt heel raar. Volgens mij is deze firm ingesteld op low speed freight train, zeg maar. Dus een lage snelheidstrein. En kan ik hier nou langs? Hij is over de wissel, toch? Het zou moeten lukken. Ik vind het heel raar. En dan gaan we heel snel doorrijden. Want ik zie het ook nog wel weer voor me dat die firm hier voor ons ook gaat gelijk rijden. Snap je wat ik bedoel? Zo. Holy damn, we hebben het gewoon gehaald. Goh, ik ben zo blij. Ga ik misschien toch nog een keertje station Nijmegen bekijken. En ik snap dat je Train Simulator niet kijkt voor de knips die erin zitten. Maar sorry, vandaag moest het toch echt eventjes erin. En... Oké. Ja, oké. Nee, maar vandaag moest het er echt eventjes in, die knips. Want echt... Ik heb hier gewoon echt helemaal... ik heb serieus gewoon... als je ook ziet, we hebben 10 minuten vertraging. En ik heb net beneden gewoon een stukje cake gepakt. En een boterhammetje gegeten. Het is echt niet normaal hoe lang dit duurt. Maar ik ben super blij dat we nu richting Nijmegen gaan. En dat ik het waarschijnlijk... Voor het eerst in mijn Train Simulator tijd... Toch nog naar station Nijmegen kan. Ik ben er zo blij mee. En ik hoop dat het wachten waard is. Ik zat net om te bedenken, zal ik de moed opgeven bij Arnhem? Ik dacht van, nee. Nijmegen, dat moeten we zien. En jij wil dat zien, dus wij gaan Nijmegen ook zien ook. Nou. Volgens mij is dit hele stuk hoe we nu rijden, is dat nieuw bijgebouwd. Naar Nijmegen. Maar volgens mij hebben wij het eerste stuk al een keertje bereden. Oh, ik rij weer te snel. Maar dit komt mij sowieso niet bekend voor waar ik nu rij. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ga even kijken in de tijd of er nog een trein ons tegen kan zitten. Zal je weer zien, hè? Staat weer een goederentrein straks. Nou, ik denk het niet.
Ik denk gewoon dat wij in één stuk door kunnen gaan. Waar is Nijmegen dan? Ik hoor mijn ATB. Oh ja, we mogen 140. Nou, top. Nou, we gaan nu naar Nijmegen. Ik vind het alleen wel heel erg kaal hier, moet ik zeggen. Maar dat zal hopelijk zometeen beloond worden. Ik vind dat het als een kale route is. Ik weet niet. Geef mij maar liever de Zeeuwse lijn. En ik denk dat de maker ervan... Die kijkt ook altijd mijn afleveringen natuurlijk. Die zal dat natuurlijk ook leuk vinden. Want nee, ik weet niet. Maar dat is altijd goed bebouwd. En geef toe, een stuk spoor en wat van die dingen neerleggen. Ja, het is allemaal zo simpel. Maar met alle respect natuurlijk naar de routebouwers hoor. Maar als je het doet en je kan routes bouwen. Ik kan het niet. Alle respect, maar als je het kan, bouw er dan wat leuke gebouwtjes omheen. Of desnoods een watertje, maar dit vind ik wel zo kaal. En je ziet eigenlijk ook nooit een heel groot grasveld. Er zit altijd minimaal wel een hekketje of zo tussen. Nou, dit station wat we hier hebben, dat waren we de vorige keer ook. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat we dat deel hebben. Maar na hier dacht ik dat we nooit verder zijn gekomen. Dus het is allemaal heel nieuw. Een beetje gas bijgeven. Maar geef zeker een duimpje omhoog als jij... Ik geloof echt oprecht dat ik je zeker al 10 minuten uitgeknipt heb aan flauwekul en wachten en zo. Maar ja, geef toe. Jij kijkt geen Train Simulator voor het wachten, maar je kijkt Train Simulator voor de rit, toch? En heel even wachten, dat is natuurlijk wel te doen. Maar echt 10 minuten of de hele tijd wachten, dat vind ik te gek voor woorden. En hier gaat mijn... Hier ben ik echt heel erg benieuwd. En de vorige keer ging het hier ergens mis. Bij het viaduct weet ik nog wel. En ik ga heel even kijken of dat viaduct... Of dat hier ergens in de buurt is. Volgens mij wel. Ah, dat geluid ook. Oh, nee. We moeten nog wel even. Oh, nee. Er is eerst een stuk met 3 sporen. Dat is hier dan. Ja, klopt. Klopt. En dan hebben we hier het viaduct en dan gaat het rechtse spoor rechts. En bij dat viaduct ging het de vorige keer mis. Dus ik hoop dat het dit keer geen goederentrein staat. En ik ga toch zo meteen toch eventjes oppassen, want ik weet het niet. Ik heb er gewoon totaal geen vertrouwen in. Nou. Hoef je sowieso niet te stoppen, dus dat scheelt alweer. En ik hoor ATB dat wij 130 moeten. Dus ik ga echt heel goed opletten wat ik allemaal nu doe. En dit station hadden we de vorige keer. En hierna, bij dat viaduct, had ik vorige keer de SLT-crash. En het gaat benieuwen of het... We hebben al wel een geel sein, zie ik, jongens. Ik ga toch even afremmen, want mijn ATB gaat er weer niet op af. En we moeten toch af... Jongens! Wat is dit? Het is weer dit stuk. Ik kan hier echt niet tegen. Ik wil zo graag station Nijmegen laten zien. Maar laat alsjeblieft in de comments weten aan iemand... Hoe kan het elke keer bij dit viaduct dat het weer misgaat? Ik snap het echt niet. Of is het game over omdat ik de slechte punten heb of zo? Ik snap het echt niet. Kan iemand mij alsjeblieft laten weten? Want ik wil zo graag een keer naar station Nijmegen. En desnoods maak ik volgende keer zelf een treinscenario. Maar ik vind het zo jammer. Laat het even gerust weten. Waarom gaat het nou altijd daarmee mis? En dan zie ik je graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator. En hopelijk vond je toch nog een leuke aflevering. Ik zeg doei. Tot zover Train Simulator voor deze woensdag. Vrijdag zal er een tutorial online komen hoe jij een scenario maakt op deze route. Morgen is het tijd voor Euro Truck Simulator. Check de video in het scherm voor een oude aflevering van Euro Truck Simulator. Dan zien we je graag morgen om 4 uur bij een Splik Sprint, een nieuwe aflevering.